Zo, we zijn nu toe aan iets lekkers. We gaan een dessert maken. Een dessert bestaat altijd uit verse vruchten van het seizoen. Dus op dit moment, je ziet het al heerlijk. Verse bramen, frambozen, aardbeidjes. Mooie rode bessen waar je super mee kan garneren. We hebben ijs, maar we maken ook vanavond een sabayonne. Een sabayonne bestaat echt uit eidooiers en een heel lekker drankje. En dan gaan we heel mooi vastkloppen tot een heel mooie homogene massa. Dat moet gaan lukken vanavond, want volgens mij heb ik mannen vanavond die komen. Dus we gaan daar echt voor. We maken pina colada. Normaal maken we verse smoothies, maar vanavond maken we pina colada. Pina colada bestaat uit ananas, verse jus d'orange, kokosmelk, rum. En natuurlijk een blender. We beginnen met de ananas. De ananas doen we erin. Kokosmelk. Lekker romig. Jus d'orange. En normaal gesproken ook nog wat ijsblokjes, maar ik vind het altijd zo verdunnend werken. En dit is echt de smaak die je krijgt. En een beetje rum. Verder geen toegevoegde suikers, niks. Want de ananas is zoet genoeg. En klaar is de smoothie. En de smoothie. Nou, beter kan je avond niet beginnen hoor. Even zingen? Ja, zo, ja. Ah, jullie zingen wel geweldig. Toppie, hoor. Echt hoor, dat is echt hoor. Ja. Met alle liefde bereid. Het was een heel gebeuren, oh, wow. Maar ik ben bang dat het toch heel erg lekker smaakt. Dus wat dat betreft, val het aan, zou ik zeggen. Wat zit er allemaal in dan? Wat erin zit, dat moet je proeven. Ja, vind ik ook. Ja, dat is een geheim van de chef, jongen. Peter en Blijker, Peter! Mijn kostje van liefde. Nou, kom. Ik ben door met een kostje van liefde.
En maar het is ossaard, knoflook, kruidjes, eitjes, ossaard. Heb je helm op? Ja. Dat is mijn... Ja, inbrengt. Klaar is natuurlijk een en al liefde. Ook al. Komkommer, tomaat, sla, die... Ja. Mozzarella. Zeg ik, daar een salade fris, appeltjes, mandarijntjes. Die zou je buiten. Net voor de drank af. Net afgekikt. En hij in liefde. Net terug,